Yo mensen, tot ik aan deze video. Mijn naam is Wesley van Westboy1999. En ja, met vandaag inderdaad ook de huru Career Mode, de Managed Career Mode bij Bradford City FC. Waar we natuurlijk mee naar de top willen, naar de Premier League willen. Morgen ook een aflevering. Jullie hebben eerder vandaag deze ochtend een Westplaat na aflevering gehad. Maar nu dus deze Career Mode en ook morgen de Career Mode. En dan even een weekend rust. En dan hebben jullie uh, maandag weer de fijne Career mode. Uh, we gaan kijken. Wat wij in deze aflevering gaan doen tegen Swansea City in de Carabao Cup. Een belangrijke wedstrijd, dus. Eh, we krijgen een nieuwsberichtje voorafgaand de aan deze wedstrijd. Ik ga even een beetje het elftal aanpassen. Hier zien we het nieuwsbericht. Eerste bekerwedstrijd voor Ruud Gullit. Brentford City heeft een zware avond voor de boeg. De ploeg van Ruud-Trainer Ruud Gullit treft Swansea City in de Carabao Cup. Ruud Gullit zei het volgende: we wachten aan de wedstrijd. Dit team is nog zo ontwik in ontwikkeling. Maar ik geloof in ieder geval dat het goed gaat komen, dat zei hij in het persbericht. Hier zien we de spelers warm lopen. Jacob Hunter, een van de jonge spelers, die is overgezet naar het uh, basiselftal. Het is allemaal een beetje versneld. Hier zien we de opkomst van de spelers van uh, Bradford en uh, Swansea City. Andrew Jens staat natuurlijk nog steeds, de man die de ploeg op sleeptouw moet nemen. Spelers die hier uit het veld op gaan komen. Hier zien we het. heel veel jonge gasten die dus uh, aan de selectie zijn toegevoegd. En in de volgende aflevering komen er nog wat spelers bij. Nou, wat spelers? Eén, een spits. Maar uit de vrije spelerslijst. Die is 72 algemeen. Dus een ik, goede vooruitgang. Dit is de elf van Bradford City. De ploeg van Ruud Gullit. En dan gaan we nu naar de elf van Swansea. Ik heb daar nog... Uh, Verrassende namen tussen gaan zitten. Kennen we wat? Nou, nee, nou ja, het ging niet zo snel. Maar we gaan gewoon kijken wat het gaat, wat het gaat worden. Let's go. Hier komt er een aanval voor aan het zien moeten We gaan verdedigen. Een powershot, maar dat wordt onderschept. En nu de uitbraak van Bradford. Goede steekpas, jazeker. Kan dan, Las. Canalaas is op snelheid. Canalaas. Kans voor uh, Bradford City. Canalaas. En hij gaat er in. Een prachtig doelpunt. Van de jeugdspeler Canalaas. En het is 1-0 voor Bradford City. En zo leidt de ploeg van Ruud Gullit met 1-0. Perfect binnengeschoten. En de voorsprong is er. Hier zien we het nogmaals in de herhaling. Maar het staat 1-0. Nou, nu voor Swansy. goed gedaan. Wright. Kata. Ver te druk. Franco. Wel eigenlijk hier is er Swansy. En die gaat net naast. Dat is de kans voor een doelpunt. Maar blijft 0 blijft 1-0 voor Bradford. Kata. Kelly Hunter. White right. komt daar niet langs, want we zitten dus weer voor uh, Swansea City. Tymon. oppassen nu voor uh, Bradford. die peert de band naar voor. Fulton. Het is uh, nu Swansea die uh, de bovenliggende partij is. French. Smit. Voor nu nog de spits. Maar het gaat dus veranderen. Walker, goed onderscheid. De bal zit hier nu voor uh, Smit. Toenstra, komt hij eraan? Nee, Toenstra raakt die bal. Oeh, toch nog? Nee. Ja, toch nog wel. Toenstra. Nou, overtreding. Vrijdag dus voor. Uh, Swansea City. hier zelf nog steeds. Uh, de 1-0 voorsprong is voor Bradford schepping. Kata. Nu wel een uitbraak. Hier de kans voor een eventuele 2-0. Hier Smit. Smit wordt weggestuurd. Smit. En de bal naast. Die had toch moeten zitten. Tussen de tweede helft van start gegaan. Nog steeds de 1-0 voorsprong voor um, Bradford City in deze Carabao Cup. Voelt dan. Onderschept. Goed gedaan. Hier de bal wordt Smit weer. Smit. En nou, dan moet hij nou voor zijn kans gaan. Smit. Het is helemaal open. Smit met de 2-0. Weer niet. Weer de redding van die doelman. Maar dan gaat. Uh, nee, die wissel gaan we niet doen. We gaan geen aanvaller uh, voor een verdediger uh, inbrengen. Richards komt erin. En nog een andere verdediger. De verdediging wordt een beetje opgefrist. Dus in deze wedstrijd. Twee wissels bij Bradford. En er zijn al bij twee verdedigers. Frisse krachten achterin. Een van die Frisse serieus die eruit gaat. Voorzitter, komt. Kopkans en het doelpunt. En dan is het 2-0 voor Bradford City FC. Op het hoofd van Kelly staan we met 2-0 voor. Perfect roesel van Thor Right, Smit. Nu dan wel, Smit. Weer nu wel, hè. 2-0. En dan is het, uh, uiteindelijk gaat het hard met een kwartier nog te spelen. 3-0 de voorsprong voor Bradford City FC. En het is uh, perfect gedaan, 3-0. Toornstra nu naar de volging, maar voelt dan nog steeds bal als hij het heeft. Grimets. Grimets. En de bal naast. De laatste minuut van de beste tikken weg. Smit. Smit. Wordt het dan nog 4-0? Smit. 4-0. Smit. En de bal te lat. Dan zit het ook niet mee voor uh, Bradford City. Schep. Toornstra. Kan het er nog? Toornstra. Schot geblokt. Smit. Toornstra. Toornstra. En de redding. Kans op de 4-0 van de voet van de aanvoerder. Maar het uh, blijft 3-0. Zo gaan we door naar de volgende ronde van de Carabao Cup. Een goede overwinning in deze bekerwedstrijd. Dat zeker, 3-0. En uh, zo gaan we met een goed vertrouwen door naar de volgende ronde. Dat wordt tegen Ipswich Town, dat ik nog goed zeg. Dus voor de volgende aflevering sowieso die wedstrijd. Voor naar de, de wedstrijd natuurlijk gaan we doen. Ik vind het apart dat je alleen maar spelers kan loven of positief of niet positief kan zijn. Voor de rest niet meer uh, dat je aparte antwoorden kan geven, zoals we dat we al vaker deden. Dat kon doen bij eerdere IA. Maar goed, we gaan door. Naar nou, ruising tegen uh, deze tegenstander. Ik weet even niet welke dat was. Even kijken. Is Dit is voor de training. Ja, het is voor de training dat er goed gepresteerd wordt op de training. Even kijken, een bericht van deze uh, speler. Zo tikt de tijd langzaam verder. Naar een competitiewedstrijd, weer Grimsy Town. Grimsy Town. Als ik het goed zeg, training gaan we natuurlijk weer even doen. Dan doen we nu even deze twee ongelezen berichten. Nou, dat kan. Uh, ja, dan gaan we even kijken. Volgens mij doen we dan de volgende aflevering de andere wedstrijden. Uh, nee, weet je, ik doe deze ook nog gewoon in deze aflevering. Gaan we gaan snel simuleren. Een keer. 2-2. Nou, ja, een punt. Daar ben ik blij mee. Ik moet niet alle wedstrijden gaan spelen. Dus zo nu dan simuleer ik ook een wedstrijd. En nu tegen. Uh, de volgende tegenstander voor mij is deze wel voor de volgende aflevering, als ik het goed heb. Gaan we even door. Nou, oh, het was ook Bot opvangen op Pattinson. Maar nou, hebben we niet zoveel geld? Zeker na de volgende aflevering niet. Want dan hebben we hebben een speler binnengehaald. Die wat salaris kosten. Dus ik had te twijfelen. Maar voor nu nog niet. Misschien dat we de volgende aflevering spelers gaan verkopen. Um, ja, dat gaan we dan wel zien. Dat gaan we dan wel zien. Um, jeugdscouts, Scouts. We hebben het geld nu: 3 miljoen. Dus ik ga Scout opzetten. In, uh, even kijken. Zuid-Korea, daar hebben we in de vorige IA Sports FC wel wat van gehad. Hebben we daardoor Joe geha gehad. Dus nu ga ik daar ook maar iets op zetten, bedankt voor achterin in de verdediging. Dan gaan we kijken of er wat uh, tops gaat komen, in ieder geval van de jeugdkant. Um, ja. Kan ik verder nog zeggen? Dat deze aflevering van de volgende wedstrijd is. En dan zeg ik uh, ja, bedankt voor het kijken naar deze video. We doen hier nog even een training. Dat heb ik heb een tijdje gedaan gedaan en zo tijdens als nu. Later. Doei doei!